Educator begon in 2005, in de tijd van vraagsturing met het persoonlijk activiteitenplan voor Windesheim-studenten. Van daaruit ontwikkelden we door naar een online omgeving waarin studenten in 2020 hun eigen leerroute samenstellen en hun eigen tempo bepalen. In deze video laten we u zien hoe Educator vandaag de dag studeren in eigen tempo mogelijk maakt. Hoe we dat doen, illustreren we graag met behulp van Saxion Hogeschool. Sinds 2010 zet Saxion Educator in als onderwijscatalogus en volgapplicatie voor het voltijd onderwijs. In 2015 kwam daar Saxion Part-time School bij, het flexibele deeltijdonderwijs van Saxion. De functionaliteit die u in deze video ziet is op dit moment operationeel bij Saxion en wordt sinds de start in 2015 nog ieder jaar verder geoptimaliseerd. Hoe Saxion Educator inzet is in lijn met de belofte die Saxion een aantal jaar geleden aan haar studenten deed. De beloften waren uitgangspunten voor de studentgerichte roosters waar Saxion aan werkte. Studenten van Saxion Part-time School hebben een gepersonaliseerd rooster waarin tempodifferentiatie mogelijk is gemaakt. Ook heeft elk studiejaar meerdere instroommomenten en het onderwijs is modulair opgebouwd in sectoren, clusters en opleidingen. Studenten volgen modules die altijd 5 of een veelvoud van 5 EC waard zijn. Studenten plannen zelf de momenten waarop zij de modules uit hun opleidingsprogramma volgen. Het tempo reguleren studenten door meer of minder modules per kwartiel in te plannen. Om de keuze voor het moment waarop een module gevolgd wordt bij de student te kunnen laten, worden veel modules meerdere keren per jaar gegeven. In dit voorbeeld ziet u het studiejaar van twee studenten van verschillende opleidingen. Beide opleidingsprogramma's bevatten de blauwe en groene module, maar de studenten volgen ze op andere momenten. Hoe Educator tempodifferentiatie mogelijk maakt voor studenten en hoe studenten hun eigen studieplanning maken, laten we u graag zien. Educator's studenteninformatiesysteem neemt in de architectuur de individuele student als uitgangspunt. Daardoor zijn studiecontracten per definitie individueel en gebaseerd op in de onderwijscatalogus vastgelegde onderwijsproducten. In ieder studentdossier is vastgelegd welke onderwijs- en/of examenactiviteiten een student uitvoert. Variatie ontstaat daar waar studenten verschillend instromen, verschillende keuzedelen kiezen en verschillende studietempo's hanteren. Die keuzes buiten het standaard opleidingsprogramma kunnen op individueel niveau worden vastgelegd. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om bij 100 keer hetzelfde programma alle studenten in één actie te koppelen. Dit kan eenvoudig worden vastgelegd door de administratie, coach of de student zelf. In dit scherm kunt u zien dat de fictieve student Sanne van Enschede via StudieLink staat ingeschreven voor de opleiding Social Work. In het studiecontract staat de startdatum vastgelegd. Bij het instromen van een student kan aan dit studiecontract ook een BSA-norm gekoppeld worden. Een BSA-norm kan indien nodig voor ieder moment en iedere student individueel worden aangemaakt. Later, bij afgifte van het BSA, kan op deze datum gefilterd worden. Een studiecontract bevat ook het voor de student specifieke opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma wordt gekoppeld in dit scherm. Hier ziet u een overzicht van opleidingen, clusters en modules die aan een studiecontract gekoppeld kunnen worden. Saxion kent deze clusters om volledige opleidingsprogramma's in één keer te kunnen koppelen als dat nodig is. Maar door de moduleopbouw is het ook mogelijk om losse onderdelen te koppelen. Het individuele studiecontract bevat dus het door de student samengestelde opleidingsprogramma, inclusief EC's. Voeg hier het planbord aan toe en tempodifferentiatie is mogelijk. Dus ook differentiatie in werklast in EC's. In het planbord zien studenten welke modules en toetsen uit hun individuele studieplan ze moeten inplannen en wanneer ze welke modules kunnen volgen. Hun studiejaar plannen ze er ook mee in. Hoe dat werkt, legt Saxion Part-time School met de volgende video aan haar studenten uit. We gaan eerst naar het planbord en daar selecteer je het juiste studiejaar. Dat is belangrijk. En dan zie je dat alle modules van dit studiejaar al voor je zijn ingepland. Dat is handig. Sommige modules hebben een P en dat betekent dat het hier gaat om een propeduizenmodule. Er kan ook een dubbele P staan en dan gaat het over een postpropeduizenmodule. Je ziet ook een boekje staan en daar kun je altijd op klikken. Dan krijg je meer informatie over de module. Ook kan er een vinkje bij de module staan en dat betekent dat je vrijstelling hebt gekregen. En een uitroepteken geeft aan dat je de module nog moet herkansen. Deze modules zijn dus al voor je ingepland. Maar stel dat je een andere planning wilt maken, dan kan dat. Dan klik je op bewerken.
Nu heb je module in de planning staan waarvoor je misschien wel vrijstelling hebt gekregen. Nou, die kun je dus uit je planning slepen. En je hebt misschien ook module waarvan je alleen de toets nog moet herkansen. Want die lessen heb je al gevolgd, dus die kan je ook uit je planning slepen. Maar je kunt ook module aan je planning toevoegen. Zo zie je dat je in kwartiel 2 vrij weinig te doen hebt. Dus je kijkt links onderin of er modules zijn die je graag wilt inplannen. C3 klinkt wel leuk. Dus die sleep je naar, even goed naar de locatie kijken. Ja, maandag 7:15 in Enschede. Oh nee, ik heb een foutje gemaakt, want module S05 staat ook al voor diezelfde maandag ingepland. Misschien kunnen we de S05 dan plannen naar een andere tijdstip. Nee, helaas wordt deze module niet op een ander tijdstip gegeven in Enschede. En in het derde kwartiel? Ja, daar is nog een plek vrij, 4:15 in Enschede. Nou, zo kan je dus jouw eigen studieplan invullen zoals jij dat wilt. En ben je klaar, dan klik dan op opslaan. Je hebt nu een conceptplanning gemaakt en deze planning bespreek je met je studiecoach. En als alles in orde is, maakt de studiecoach de planning definitief. In het individuele studiedashboard dat iedere student in Educator heeft, staat naast het planbord ook een tabblad studievoortgang. Daarin zien studenten in een oogopslag hoe zij ervoor staan. Bovenaan het scherm staat hoe ver studenten gevorderd zijn met hun BSA, propeduizen en of postpropeduizen. Daaronder staan de modules uit het individuele opleidingsprogramma en, indien beschikbaar, de behaalde resultaten voor die modules. Resultaten behalen studenten door toetsen af te leggen. Wanneer een student een module inplant in het planbord, schrijft de administratie van Saxion Parttime School de student in voor de bijbehorende toets. Het is mogelijk om te limiteren op onder meer het maximaal aantal toetskansen per individueel studiejaar. Educator biedt de student de mogelijkheid zichzelf in te tekenen op herkansingen. Wil een student de lessen niet volgen, maar alleen herkansen, dan kan hij zich daarvoor intekenen. Het studieverloop is niet alleen zichtbaar voor studenten. Het dashboard voor begeleiding biedt docenten een overzicht van de voortgang van hun studenten. Door één van de studenten te selecteren, ziet de docent gedetailleerd de voortgang van die student. Daar hoort ook het bindend studieadvies bij. Of een student een positief advies krijgt, wordt bepaald door de BSA-normen. Hoe de studenten van een docent vorderen op dat gebied, staat overzichtelijk in dit scherm. Graag willen we het ook nog kort hebben over hoe jaarlijkse curriculumveranderingen consequenties hebben op keuzemogelijkheden en keuzemomenten van studenten. Educator kent een integrale onderwijscatalogus waarmee het curriculumontwikkelproces ondersteund kan worden. In de onderwijscatalogus leggen bedrijfsbureaus of docenten het curriculum vast. Hierin wordt de procesgang ondersteund door fases te onderkennen waarin het curriculum tot stand komt. De fases zie je hier terugkomen voor het onderwijsproduct cursus. Educator kent edities. Daarmee wordt het ontwikkelproces van onderwijs per editie ondersteund. In een editie worden wijzigingen gemaakt en al het onderwijs voor volgend jaar staat erin klaar. Op een bepaald moment wordt een editie gepubliceerd. Educator kent hierbij onderwijsinstellingen die werken op basis van een cohortgebaseerd oer of een eenjarig oer. Saxion hanteert een eenjarig oer. Keuzemogelijkheden worden gemaakt vanuit het nieuwe eenjarige oer. Op basis daarvan wordt dus een individueel studiecontract gemaakt voor een student of groep studenten. Keuzemomenten worden pas in de voorbereiding op dat nieuwe jaar gemaakt. Op basis van de op dat moment aangeboden momenten. Dat zag u eerder in de demonstratie van het planbord. Educator ondersteunt curriculumveranderingen dus door het individuele studiecontract stapsgewijs te kunnen vullen. Bijvoorbeeld per periode, semester of academisch jaar. Daarmee worden er dus geen wijzigingen gemaakt in het studiecontract, maar wordt er uitgegaan van het nieuwe eenjarige oer. Eerst wordt het nieuwe curriculum doorgevoerd. Dat curriculum wordt vervolgens op individueel niveau gekoppeld aan studenten. Daarbij biedt Educator, daar waar het fundamentele wijzigingen betreft, de mogelijkheid eenheden in Educator te vervangen. Eenheid A wordt vervangen door eenheid B in een nieuwe editie. Hopelijk heeft u na het zien van deze video een beeld bij hoe Educator studeren in eigen tempo mogelijk maakt. Op zoek naar meer kennis en inspiratie op het gebied van versnellen en vertragen met Educator? Bezoek dan www.educator.eu/kennis en inspiratie voor meer informatie.